Tijdens onze vakantie in Wiesbaden hebben we op de helling van de Neroberg een heel bijzondere vervoerservaring. Wie niet de heuvel op wil lopen naar het mooiste uitzichtspunt, kan kiezen voor een historisch vervoermiddel. De Nerobergbaan, de oudste door water aangedreven kabelspoorbaan van Duitsland. Zelfs in de tijd van keizer Wilhelm reden deze twee kleine rijtuigen met hun kenmerkende gele en blauwe verf met een snelheid van 7 kilometer de grootste heuvel van Wiesbaden op en af. Het is een kabeltrein, mag omhoog met 40 zitplaatsen, naar beneden met 50. De trein overbrugt het traject met een lengte van 438 meter en een hoogteverschil van 83 meter naar de Neroberg in 7 minuten. De vulpijp wordt afgesloten. De bestuurder van de wagen die bergafwaarts rijdt, regelt de start en de snelheid. In het midden van het traject bevindt zich een kruisingspoor. De vulpijp wordt aangesloten om de wagon te vullen. De waterniveauweergave. We genieten van het uitzicht en een kopje koffie. Het bovenste treintje is inmiddels gevuld met maximaal 7000 liter water voordat hij langs een staalkabel naar beneden rijdt en de andere koets omhoog trekt. Zodra het treintje onder is aangekomen, wordt het water afgevoerd en terug naar de top van de heuvel gepompt. De twee wagons zijn met elkaar verbonden door een staalkabel van 452 meter lengte.